In deze aflevering geef ik jullie antwoord op de vraag: hoe kun je een antwoord afronden op een geheel getal? Joost gaat zijn klas trakteren op ijsjes. Er zitten 26 kinderen in zijn klas. In één pak ijs zitten 8 ijsjes. Hoeveel pakken ijs moet Joost kopen? Je krijgt 26 gedeeld door 8 is 3,25. Bij 3 pakken ijs zouden een paar kinderen geen ijsje krijgen. Dus je moet afronden naar boven. Joost heeft 4 pakken ijs nodig. Een ander voorbeeld. Jantina gaat naar een rommelmarkt met 15 euro. Ze koopt cd's voor 4 euro per stuk. Hoeveel cd's kan Jantina kopen? Je krijgt 15 gedeeld door 4 is 3,75. Voor 4 cd's moet Jantina 16 euro betalen. Zoveel geld heeft ze niet, dus je moet afronden naar beneden. Jantina kan 3 cd's kopen. Kortom, als je moet afronden op een geheel getal, moet je goed nadenken over de situatie. Soms moet je afronden naar boven en soms naar beneden. Thank you.